Nou, daar gaan we dan. Pieter Jelles, hou je een beetje in, hè? Want anders dan slaat de vlam in de pan. Ja, ja. Nee. Tuurlijk. Arbeiders, socialisten, mannen... En vrouwen. Weg met de rijken! Alle macht aan de arbeiders! In Duitsland hebben de arbeiders de macht gegrepen. En nu is ons land aan de beurt. Revolutie! Pieter Jelles, kalm aan. Tijd voor het socialisme. De arbeiders hebben zich eeuwenlang laten uitbuiten door de rijken. Maar nu grijpen we de macht. Desnoods met geweld. Geen geweld, idioot. We schaffen het eigendom af. De fabrieken zijn van ons allemaal. Hey, we grijpen de macht. Toelstra, ben je nou helemaal gek geworden? Dit is Holland, Pieter Jelles. Land van overleg. Polderen. Dus geen geweld. Oké. Sorry. Mannen. En vrouwen. We grijpen de macht, maar zonder geweld. Hè? We gaan toch nog wel het stadhuis bezetten? De regering gevangen zitten? Ja, we zitten ze gevangen. Allemaal. Nee. Sleuren we de rijken uit hun chique huizen? Ja. We sleuren ze uit hun huizen. Kom mee. Nee, Troelstra. Nee, mensen. Geen geweld. Wat is dit nou? Gaan we nou knokken of niet? Ja. Gaan we iedereen tegen de muur zetten? Ja. Zoals in Rusland? Ja. Hey, gaan we vechten tegen de regering zoals in Duitsland? Nee. Dan weet ik het ook niet meer. Troelstra, wijs ons de weg. Je bent onze leider. Ja. Oké. We gaan vechten. Ja. Maar zonder geweld. Hè? We grijpen de macht. Ja. Maar we houden het gezellig. Ja. Wat is dit nou, Troelstra? Wat ben je nou voor een watje? Ja. We hadden nu de macht moeten grijpen. Nu geweld. Nu was het moment. Ja. Maar je zet er niet door. Slappe hap, Troelstra. Ja. Ik ga naar huis. Ik ook. Je wordt bedankt, Troelstra, voor je revolutie. Hè? Is nou iedereen boos op me? Hallo? Mannen? En vrouwen? Onthoud het nou eens, man. Ja, oké. En vrouwen, sorry. Oh, nou heb ik het zeker gedaan. Nou ja, kan het ook nooit goed doen, hè? Wat een heerlijke man, die Troelstra. Hij is al getrouwd. Jammer. En jij bent ook al getrouwd, hè? Ja, schrijf het er maar in. Oké.